Ik doe eigenlijk alleen even de aftrap, want Susanna Fischer gaat zo meteen een verhaal vertellen over het, voornamelijk het kleurgebruik van de aula bij de restauratie. Er zat natuurlijk een andere kleur op. Deze kleur is het uiteindelijk geworden en daar gaat Susanna Fischer een mooi verhaal over vertellen. Daarna zal Paul Dirks aan het woord komen. Paul Dirks zal de heropening gaan doen van de aula. Er is tegenwoordig een bordje op de plaats die zal onthuld worden. En daarnaast zal Paul Dirks als eerste zijn die binnentreedt. Dus hij zal de deur openen. En binnen zal er dan een verhaal zijn van Lodewijk Kallenberg over de aula en haar bewoners. En die zal daar een mooi verhaal over vertellen. En op dit moment zou ik denk ik gewoon gelijk het woord willen geven aan Susanne Fischer. Ja, en misschien moet u iets dichterbij komen, want ik heb niet zo'n hele erg zwembadstem. En ik heb ook hele priegelige dingetjes bij me, dus dat kan je beter zien als je dichterbij staat. Goed, kleuronderzoek, dat is wat ik gedaan heb. Dit is mijn gereedschap en dat van Olga. Nou, je kan het bijna niet zien, het is een heel klein mesje, nummertje 15. Ik bestel ze altijd bij de pedicurehandel, want daar zijn ze het goedkoopst. En wat doe je dan? Archeologie op verf- en pleisterlagen. Nou, dit is het roze wat er op het gebouw zat, op het grootste deel, namelijk het pleisterwerk, toen ik het onderzoek ging doen. En dit zijn de lagen die eronder zitten. Ze zitten er nog steeds onder. Nu zit er alleen een zandkleur op. Het is ooit geel geweest, het is op sommige plaatsen ook wit geweest. En het is grijs geweest en helemaal in het begin was het een beetje beige. Nou, toen heb ik verder gepeuterd aan alle andere onderdelen. Ik kon nergens originele verf vinden op de kozijnen, de deuren, de ramen. De aannemer heeft nog met een beetje kunst en vliegwerk een raampje voor me eruit gewipt, wat eigenlijk helemaal niet kon, maar het kon toch. Omdat ik dacht, daar zou iets ouds op kunnen zitten. En dan ben je een beetje beteuterd en dan wil je eerst monsteronderzoek. Dus dat monster, dat heb ik meteen al genomen toen de eerste keer dat ik hier was. En wat bleek er uit het monsteronderzoek? Dat er een heel dun, je ziet het niet van afstand, maar als je straks komt kijken kan je het zien, zit er een heel dun bruin laagje. En dat is ook wat ik gevonden heb als eerste afwerking. En dat bruine laagje is zo dun omdat het een silicaatgebonden verf is, een keimverf. Waterglas wordt het ook wel genoemd. En dat verbindt zich met het pleisterwerk. Dus dat wordt eigenlijk een soort van korstje op de steen. Dat is wat anders dan verf. Verf plakt, keimverf zit echt aan het steen vast. En dan kom je bij de andere poot van kleuronderzoek. Namelijk oude foto's. Dit was een mooie oude foto uit het archief van Erfgoed Leiden. Met een prachtige beeldbank en dat is altijd een feest om daarin te zoeken. En op deze foto van 1900, toen stond het gebouw er al een tijd, kan je zien dat er eigenlijk weinig verschillende kleuren zijn toegepast. En als je nou achterhaald hebt dat dit een soort beige was, en die goten zijn zink, en die kraal bovenaan is ook zink, dan zie je dat de kozijnen lichter zijn, of de ramen echt licht, en de kozijnen zijn net ietsje lichter dan het pleisterwerk. De lekdorpels, dat is een hardsteenimitatie. En de plint hebben we ook in die hardsteenimitatie geschilderd. Die was volgens mij oorspronkelijk ook in die zandsteenkleur. Maar die wordt heel erg vies, dat weten we nu al. Dus dan kan je hem beter meteen grijs schilderen. Dan blijft het gebouw toch er beter uitzien. Ik weet niet hoe dat bij u gaat, maar als ik een begraafplaats oploop, dan gaan er altijd allerlei gevoelens door me heen. En er zit ook wel wat symboliek aan vandaag. Want ik ben hier als wethouder Single Park. Eigenlijk ben ik dat niet meer. Want vandaag begint de nieuwe collegeperiode. En zoals dat dan gaat, dan moet je ook weer de portefeuilles verdelen. En dan moet ik helaas afstand doen van het prachtige Single Park project. Nou ja, als je dan op de begraafplaats bent, dan dus in mij worstelt iets dat ik denk, het is ook jammer dat ik moet ergens afscheid van nemen. Maar ik vind het ook wel mooi dat ik dit nog mag doen. Ook voor Lodewijk, omdat we al iemand die ik al heel erg lang ken. En ook toch wel speciaal dat hij hier heeft mogen doen.
Ja, het is prachtig. Het verhaal erbij, dat is ook weer, ik zeg altijd, deze stad zit vol met verhalen. En of dat nou over kleuren gaat, we horen straks ongetwijfeld nog meer van de historie van de stad. En ja, die verhalen kunnen niet vaak genoeg verteld worden. En het liefst als je ook daar in die setting kunt stappen. En nou, dit is straks, als we dat langgerekte singlepark hebben, is dit natuurlijk een prachtige plek om ja, gewoon eens rustig te gaan zitten of ja, te genieten van groen in de stad. Ja, hier zijn natuurlijk heel veel mensen bij betrokken. Er zijn heel veel vrijwilligers. Wie is hier allemaal vrijwillig bij dit project betrokken? Even kijken. Een beetje bescheiden allemaal zie je. Heel goed. Dus ook dat is echt Leiden. Hè? Dus we doen het met elkaar. En dat leidt dan dus tot dus hele mooie dingen. De vrienden van het Singlepark zijn hier natuurlijk bij betrokken. De Stichting Boerhaven. De Olivier moet ik natuurlijk noemen. En John Kroes zag ik ook ergens. Waar ben je? Oh, daar ben je. Heel goed. Want jullie gaan uiteindelijk ook het beheer doen van het vastgoed. Ik begrijp ook dat je hier dan lezingen kunt geven. Ja, soms. Veel boeken kan ik ook daar niet. Dus dat is in goede handen. Dat is heel goed. Heel goed. Ja, bij zo'n moment hoort dan ook altijd een... zoals mijn dochter altijd zegt, moet je weer een lintje knippen. Nou, in dit geval wordt het het onthullen van een bordje. Nou, dat doe ik met heel veel plezier en ook met een klein beetje pijn in het hart. Als het gaat over het overdragen van het project Singlepark. Ik moet zeggen, dat gaat naar Martine Lewis. En nou, ik heb bij haar al gehoord en geproefd dat het gewoon in goede handen is. Daar heeft ze heel veel energie bij om daarmee aan de slag te gaan. Dus dat komt helemaal goed. En, fijn dat ik dit nog even mocht doen. Ik ben heel nieuwsgierig daar, Lodewijk, waar jij gaat ons straks ook nog meenemen in de historie, begrijp ik. En daar gaan we allemaal straks naar luisteren. In ieder geval dank dat u er bent. Ook fijn dat er zoveel mensen hier naartoe komen. En we gaan straks naar je luisteren. Dankjewel. Nou, daar gaat hij dan. Wat een idee! Ook ik wil u graag van harte welkom heten namens de stichting met die hele lange naam tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg Leiden. En die naam spreken wij niet altijd voluit, maar vandaag is het zeker het moment om die naam volledig uit te spreken. Want daar zit eigenlijk alles in wat onze stichting beoogt. Dat is namelijk in stand houden van dit cultureel erfgoed van Leiden. De begraafplaats is op dit moment een begraafplaats in rusten. En tevens onderdeel van het Singlepark, dus een park, de hele dag geopend. En het is zo dat het woord Leiden ook aangeeft dat Leiden de eigenaar is. En dat wij als gebruiker proberen Leiden te helpen met onze 30 vrijwilligers. Die ik heb net even van de week uitgerekend voor de wethouder, is dat misschien aardig. Dat wij met elkaar zo'n 100 uur per week vrijwillig werk doen om dit prachtige stukje in stand te houden. En dan is dat in stand houden zowel het groen, we hebben een onderhoudsgroep, als onderzoek. We houden rondleidingen en we hebben gisteren alweer een rondleiding gehad voor het Instituut van Nederlandse Lexicologie. Wij krijgen zaterdag een rondleiding van een hele grote club van 60 mensen van de Sociëteit Warmond met hun partners. Dus dan leren ze uit Warmond ook een stukje van Leiden kennen, voor zover ze dat nog niet weten. En volgende week zondag gaan wij hier een rondleiding houden over de Leidse musea. In het kader van het 200 jaar bestaan van het Rijksmuseum van de Oudheden en deze begraafplaats. Daar zijn wij op een prettige manier mee bezig. En we zijn dus heel blij dat de gemeente hier geld in gestopt heeft om dit mogelijk te maken. Dat wij nu weer een aantal jaren vooruit kunnen. En we zijn ook heel blij met onze bazen, noem ik het maar even. Waar we een uitstekende verstandhouding hebben, dat heb je niet altijd met een baas, maar wij wel. Dat is dan de stichting, die heeft een wat langere naam, ik noem hem maar even kort, de Stichting Boerhaven. Die dit voor een lange, durige periode gaat huren en waar wij gebruik mogen maken van deze ruimte. Wij hebben natuurlijk geen geld, dus wij proberen dit op basis van onze inzet als vrijwilligers, proberen we dat zeg maar op die manier te bekostigen. En we hopen dat we op die manier nog weer een heel lang vooruit kunnen. Dat even ter inleiding. Ik ga u meenemen over de historie van dit gebouw en de bewoners. En ik doe dat aan de hand van een aantal plaatjes. En dan begin ik met 1828.
1828 is 15 jaar nadat deze begraafplaats geopend is. De begraafplaats is van 1813. Dat was nog de tijd dat de Fransen het hier voor het zeggen hadden. Toen de Fransen weggingen, toen hebben we dit eigenlijk 15 jaar min of meer niet gebruikt laten liggen. Maar in 1828 kwam in Nederland ook de wet tot stand dat er niet meer in de kerken, wat in Leiden gebeurde in de Pieterskerk, de Hooglandse Kerk, onze Lieve Vrouwenkerk, begraven mocht worden voor de elite van Leiden. En hier ligt dus de elite van Leiden van bijna 200 jaar. Dankzij een wethouder, een vooruitstrevende wethouder, Cuneus, een bekende naam uit die tijd in Leiden, en de stadsarchitect Salomon van der Pauw, die u respectievelijk links en rechts op dit plaatje ziet. Het eerste gebouw van 1828 is niet het gebouw waar we nu, zoals we daar nu tegenaan kijken. Dat is een gebouw waar ook geen, er waren natuurlijk geen foto's, ook zelfs in het archief geen tekeningen van te vinden zijn, wel een soort van beschrijving. En wat u ziet is hier een schets op grond van die beschrijving die in het Leidse archief te vinden is, van hoe dat allereerste gebouw eruit heeft gezien. Het heeft wel een beetje de vorm. Het is ook de plek waar we nu zitten, waar het gestaan heeft. Het had een voorkamer, die wat kleiner was dan deze hele ruimte. En een even grote achterkamer. En ertussendoor, dus je moet denken aan dit, maar dan een beetje opgeschoven. Een trap, een bedstede en een kast. En daarachter, dat is zo'n beetje ter hoogte waar nu het schuurtje staat, een binnenplaatsje met een pomp en een secreet, oftewel een toilet. Er was een keukentje waar je ook nog kon slapen in een bedstee. En er was een grote kap bovenop. Van 3L. Die L, dat mensen denken dat dat 69 centimeter is. Maar daar is wat verwarring over. De L in, net in die tijd was nog 1 meter. En later is die metrieke naam meter ingekomen. Dus het was een 3 meter, best een behoorlijk grote kap, waar verder niks in was. Alleen men had daar wat planken gemaakt en daar had men een bedsteen neergelegd. Dat halen we uit de beschrijving. Wat is er daarna gebeurd? Deze foto kent u net van Suzanne. Hier ziet u de grafmaker aan het werk, aan die kant van dit gebouw. En u ziet dat 30 jaar na die 1828 ongeveer, dit gebouw ingrijpend verbouwd is, eigenlijk herbouwd is. En toen is het gekomen in de vorm zoals het er nu uitziet. En toen is er ook echt een verdieping bovenop gezet waar men ook ging wonen. En men, dat zijn dan de doodgravers of de grafmakers die hier gewoond en gewerkt hebben. Ik ga even een hele grote stap maken van het midden van de 19e eeuw naar 25 jaar geleden. Wat is er gebeurd? In 1937 kwam hier een nieuwe grafmaker, Van Hoven, waarvan de kleinzoon hier aanwezig is. Even kijken. Ja, Tim. Tijn. Die heeft hier dus gespeeld. Dus ik kan controleren of mijn verhaal een beetje klopt. Toen kwam die nieuwe. En Leiden is nooit zo'n hele rijke gemeente geweest. Dus oorspronkelijk was het idee om het dan goed te verbouwen, want dat was echt nodig na bijna een eeuw. Maar het is eigenlijk niet verder gebeurd dan inwendig een beetje opgeknapt en daar is toen voor het eerst elektriciteit gekomen gebouw. In 1950 zijn daar plannen gemaakt, want dit is een plaatje uit het gemeentearchief, om er nog een verdieping bovenop te zetten. Dat is er nooit van gekomen. Ik weet niet wat de reden was dat hij er nooit gekomen is, is niet meer achterhalen. En weer 25 jaar later, in 1975, werd de begraafplaats gesloten. Want er was geen geld meer. Rijnhof hadden we. Rijnhof is ruim 100 jaar oud. Dus Rijnhof is van 1910. Toen deze begraafplaats vol was, is Rijnhof gesticht. En na 65 jaar is deze echt gesloten. Het hek ging dicht. En er werd hier door de jeugd gespeeld. En het raakte in verval. De grafmaker Van Hoven, die mocht hier nog wel met zijn vrouw blijven wonen. En die hebben hier nog een aantal jaren gewoond, zo'n jaar of 15. Het is in, we vieren vandaag 40 jaar Rijksmonument. Dat is het dus geworden. En toen dat in verval raakte, hebben een aantal mensen, waaronder buurtbewoners
die dan helemaal niks vonden dat het hier zo verpauperde. Maar met name ook de mensen die hier familieleden hadden begraven liggen. Die grafstenen werden kapot gemaakt, werd opgespeeld, werd gekost met fietsen. Kan ik allemaal vinden in het Leids Dagblad met vernielingen uit die tijd. En toen is onze stichting opgericht, die dus vorig jaar 25 jaar bestond. En wij proberen dit dus nu op een goede manier in stand te houden en mooi te houden. U ziet hier een plaatje toch van dit gebouw dat al een beetje in het verval geraakt is. U ziet hier hoe het 25 jaar geleden was. Dit herkent u. Ja. Dat is die deur. Er werd hier dus niet meer begraven. Dus dit werd ook gewoon gebruikt als woonruimte. Niet legaal, illegaal. Allerlei krakers zaten in dit gebouw. En u ziet ook dat het gewoon een rotzootje was. Toen is het dus opgeknapt, 25 jaar geleden. Architect Robers die heeft toen dat getekend, hoe dat gegaan is. En u ziet het nodig, erg nodig. U ziet al houtrot in de kozijnen. En dit is een plaatje van de bovenverdieping. Die is zeg maar helemaal gestript en opnieuw ingericht. Beetje donker plaatje, maar u ziet hier wel een vlaggenmast. Dit is de dag voor de opening. De opening was 1 juni 1993. En het bord staat er nog van de restauratie. Het hek is nog gesloten, maar verder ziet het er een beetje hetzelfde uit als er nu uitziet. Het was toen weer opgeknapt. Dan gaan we naar de laatste 25 jaar. Ik heb u al verteld van de stichting die opgericht is. En dat toen de bovenwoning vanaf 1993 verhuurd werd. En toen heeft de gemeente Leiden iets heel doms gedaan. Blunder. En ik heb zelfs een verslag waarin de wethouder, ik zal zijn naam niet noemen, het is het laatste woord van waar u hier overgekomen bent. Ja. Ja? Ja, ja. En de H erachter. Ja. En die heeft getekend, heeft later overgeleid en de hele panden, waaronder Groenesteeg 126. Niet beseffend dat dat dit mooie gebouw was. Dat moest verkocht worden. Toen hebben wij daar tegen geprotesteerd, dat hielp niet zoveel. De gemeente die zette dat toch door en wilde toen het aan Hendrik de Keizer overdragen, wat op zich natuurlijk een prima stichting is, waar we wellicht mee hadden kunnen leven. Maar liever eigenlijk niet, liever gewoon zoals dat nu geregeld is. De buitenkant is in dit verschrikkelijke zalmroze 7 jaar geschilderd geweest. En 5 jaar geleden kwam dat weer boven. Vastgoed in Leiden, er zijn een aantal mensen aanwezig, ik hoop niet dat ik ze persoonlijk kwets, maar heeft af en toe weer een nieuwe strategie en dan moeten weer nieuwe dingen gedaan worden. En opeens bedacht men weer, er werd weer een, zeg maar, een lijk uit de kast gehaald. Dit moest toch verkocht worden. Er werden diverse bouwkundige verkenningen gedaan. Maar heel gelukkig was er het Singelpark in Leiden. En in Leiden krijg je nergens geld voor, behalve als je een link hebt met de Singelpark. Want dat is heel gelukkig. We waren ontzettend blij. En er komt natuurlijk nu weer een nieuwe wethouder over de Singelpark. En die wil daar ook weer mee scoren. Dus dat gaat helemaal goed komen. En u ziet dat die lijst toen, dit is ook weer uit het Leids Dagblad van 3 jaar geleden, dat die nu van de lijst af is. We hebben nu de tweede restauratie gehad. Onder bouwmanagement van Rijssen heeft onderzoek gedaan. De boer uit Zoekwoude is de aannemer geweest. En er is het nodige. U kunt dat zelf even bekijken, maar je moet gewoon maar even ook om u heen kijken. Gebeurt. Dat zijn vooral bouwkundige zaken en het opknappen van de bovenwoning. Waar u nu zit, is dus de benedenverdieping, zeg maar die in gebruik is als aula en niet als woning. Aula in gebruik geweest, moet ik eigenlijk zeggen. En wat wij hier zien, is dat wij met onze in 25 jaar gespaarde centjes het helemaal hebben opgeknapt. We hebben dat in het goed vertrouwen dat wij hier nog weer 25 jaar mee vooruit kunnen, hebben wij hier al ons geld in gestopt. Wij hebben de hele binnenboel weer ook weer in de originele kleuren laten schilderen.
We hebben een nieuwe vloerbedekking. We hebben 50 nieuwe stoelen. We hebben nieuwe gordijnen. We hebben niet meer dat wankele tafeltje daar in het midden met die beamer. Waar je de snoeren moest vastplakken, want anders dan struikelde men erover. En dan was er niks meer. We hebben dit prachtige ding. Ook met subsidie van anderen, van de landelijk fonds. En de Rotary Leiden hebben meegeholpen om dit mogelijk te maken. Dus dat is allemaal wat we er zelf ingestopt hebben. Zo zag het er dus uit in januari. Toen het kleurenonderzoek hier gebeurde, in die stijgers, waar Suzanne het over heeft gehad. En zo zag het er een paar maanden geleden uit, toen hier de binnenboel geschilderd werd. En nu zitten wij in deze situatie. We hebben een prachtige, opgeknapte aula, waar we heel lang meer voor uit kunnen. De bewoners. Het zijn er qua grafmakers slechts 4 geweest in bijna 150 jaar tijd. Dat betekent dat de meesten zo rond de 40 jaar hier gewoond en gewerkt hebben. Ik kom per persoon straks nog even terug. In 1975, dan sluiten we het eerste blokje af, werd het dus gesloten en heeft Nicolaas is officieel naam, Nico van Hoven met zijn vrouw hier nog gewoond en heeft Tijn hier regelmatig gespeeld. En toen in 1990 ook mevrouw van Hoven overleden was, toen werd het pand gekraakt. En toen schreef de gemeente Leiden, in het Leids Dagblad is dat alleen te lezen, oh, wij vinden dat prima, want dan is er in ieder geval iemand aanwezig. En als het gerestaureerd wordt, dan zullen ze er wel uitgaan. Nou, dat gaat niet altijd even makkelijk met krakers. Maar wat dat betreft is het hier wel goed gegaan. Toen de krakers eruit waren en het pand gerestaureerd is, toen is er bovendien bewoond geweest. Je ziet hier wat namen. Het heeft ook een tijdje leeg gestaan, omdat, dat is die periode dat de gemeente Leiden dat op die verkooplijst had staan. Dus ja, dan wil je eigenlijk niet dat er hier gewoond wordt, want je wilt het verkopen. Maar toen kwam uiteindelijk zijn er nog weer een mevrouw van Tol, en die heer van Tol is niet de echtgenoot, maar dat is een broer van haar. Die broer heeft hier de laatste 7 jaar gewoond, Ramon van Tol. Even naar die 4 grafmakers tot slot. De eerste kwam al behoorlijk oud. Hij is van 72, dus die was al 56 toen hij hier begon. Hij was getrouwd met Maria van Ossen, ze hadden 6 kinderen. En toen zijn vrouw overleed, is hij nog weer op een latere leeftijd. Toen was hij dus al dik in de 70, is hij hertrouwd. Hij heeft hier gewerkt tot zijn 89ste. Ja. En dat is in de krant te lezen dat hij kreeg toen hij stopte met werken. Bij hoge uitzondering kreeg hij nog een pensioen. Van 3 gulden per week. En 2 jaar later, op zijn 91ste, is hij overleden. En toen stond er natuurlijk een advertentie in de Leidse Courant is deze. Heeft ongetwijfeld ook in andere kranten gestaan. Voor een nieuwe baas grafmaker. Dus je had een hoofd grafmaker en die had wat knechten. En die het hoofd woonde hier met het gezin. De volgende was Nicolaas Verboog, die dus 30 jaar hier grafmaker geweest is, volgens mij de kortste. Die is geboren in 1825, getrouwd met Jannetje Meijer, kreeg 3 kinderen. En heeft later, toen zijn vrouw overleden was, hier nog gehokt met zijn huishoudster. Dus met 65 jaar is die hier weggegaan, gestopt. En toen is die teruggegaan naar Oesgeest, waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. En hij is een jaar later is die overleden. Het adres was hier, want die Groenesteeg, je had natuurlijk vroeger de eerste, tweede, derde tot en met hier, was de 6e Groenesteeg. En dat werd op een gegeven moment ook weer hernummerd, was oorspronkelijk. Dit is een uit het gemeentearchief. En dan zie je, dat is in Groenesteeg, behoorde tot wijk 7 van Leiden, nummer 106. Hier zie je die Verboog staan, die hokte met zijn huisarts. Allemaal terug te vinden. Dan krijgen we de familie Hendriksen, die het langst hier gewerkt hebben. 46 jaar lang is die hier doodgraver geweest. Met 8 kinderen. Met z'n 10 hierboven. Ik weet niet of we straks even een kijkje boven mogen nemen. Maar dan zult u zien dat dat toch behoorlijk krap is. Maar er kwamen ook regelmatig familieleden logeren. Ze hebben hier zelfs een tijdje met 13 mensen boven gewoond.
prachtige oude prenten. Hier ziet u die grafmaker op een zondag, hoeft natuurlijk niet te werken. Mooi aangekleed met de kinderen. En dit is dan, hij was natuurlijk baasgrafmaker. Dit is een van de knechten. En hier zie je Arnold zelf met de kruiwagen op een van de paden hier aan het werk. Mooie oude plaatjes. Ja. Oh. Toen hij 45 jaar in dienst was, kijk, je ziet hier nog die buislap. Dat is de foto, hier staat het gezin. Twee dochters waren niet getrouwd, de anderen waren allemaal getrouwd met partner. En hier zitten dus het echtpaar met de bloemen. Feestelijk. Dan kom ik bij de laatste grafmaker, Nicolaas van Hoven. Die dus in 1937 begon, toen eigenlijk de aula goed opgeknapt zou worden, maar er geen geld was en eigenlijk alleen een verfbeurt gekomen is. En toen pas elektriciteit. Dus die mensen hebben daarboven geleefd met z'n tienen zonder elektriciteit. Eén kind hadden ze, de vader van Tijn, Jan, dat geloof ik dat hij heette, ja. In 1975 werd hier gestopt met begraafplaats als actieve begraafplaats. Er mocht niet meer begraven worden, maar ze mochten er dus wel blijven wonen, zoals ik gezegd heb. En hij is zelf in 88 overleden en 2 jaar later zijn vrouw. U ziet hier, dit is de bovenverdieping, hun woonkamer waar ze zitten. En dit is het keukentje. En u ziet hier de overlijdensadvertentie. En u ziet dat Tijn er ook nog op staat. Ja. Dat is in het kort wat ik u met genoegen wilde vertellen. Ja, heel leuk.